Vorig jaar heeft de Prins van Oranje ook mededelingen gedaan aan de media. Sindsdien zijn er vooral in de media de nodige ontwikkelingen geweest. Reden waarom ik eraan hecht u het volgende mee te delen, op basis van de gesprekken die met de prins en de prinses zijn gevoerd. In dit huis kwamen in de ogen van de prins en de prinses de liefde voor Afrika en de wens een eigen vakantiehuis te bouwen samen. De prins en prinses begrijpen de gevoeligheden die samenhangen met dit project en de economische crisis die zich heeft geopenbaard na hun beslissing deel te nemen in dit project. Ze beseffen ook hoe ongelukkig die samenloop van omstandigheden is. Maar de prins en de prinses geloven in dit project en dat dit op de lange termijn zeer de moeite waard is. En als je in zo'n project stapt, doe je een andere toezeggingen en ga je verplichtingen aan en die kunnen en willen ze niet zomaar teniet doen. Tegelijk realiseren zij zich dat een dergelijk grootschalig project altijd vragen kan oproepen. Reden dat zij met mij hebben besloten hun belang in dat grote project via een stichting op afstand te zetten. In het kader van het project is door een externe onderzocht hoe de situatie van de lokale bevolking kan verbeteren op het terrein van gezondheidszorg, scholing en werk. Dat is een verantwoordelijkheid van het project zelf en de deelnemers in dat project, waaronder de genoemde stichting. Hoewel verbetering in Afrika tijd en geduld vergen, is het voor de prins en prinses wel onlosmakelijk met hun betrokkenheid bij het project verbonden. Maar uiteraard zal de stichting bij de behartiging van de belangen van de prins zeker stellen dat de verbetering voor de lokale bevolking die hij met zijn deelname in het project nastreeft een integraal onderdeel zijn en blijven van de doelstellingen en activiteiten van Machangulu SA.